Vandaag een speciale dag en dan nog aan de Halinka Arena. Absoluut, vandaag een zeer speciale dag, de dag van kanker, 15 oktober. Wij zijn enorm vereerd dat wij hier vandaag mogen staan, want over een aantal minuten, of laten we zeggen een half uur, gaat de Galeno Arena volledig in het goud verlicht worden. Waarom goud? Wel, goud staat in teken van kinderkanker. Ik heb vandaag een gouden lintje aan en mensen denken vaak dat dat een upgrade is van een of andere kanker of ziekte, maar nee hoor, dit is effectief, dit staat voor kinderkanker. En waarom goud? Goud is kostbaar. Kostbaar zoals onze kinderen. En daarom staan we hier vandaag, dankzij de Stad Gent, Gelamco Arena en AA Gent Foundation, hebben we vandaag dus de kans om even terug onze kinderen en onze jongeren die kanker hebben of kanker hebben gehad, even terug in de spotlight te zetten. Jullie hebben een grote idee. Er zou heel wat verbetering moeten zijn, maar dan wel op heel korte tijd. Een gewaagde uitdaging. Het is met een plezier dat we deze uitdaging willen aangaan. Wij werken voornamelijk op het Europees vlak. En dat geeft eigenlijk als consequenties dat wij op nationaal vlak meer en meer invloed willen uitoefenen. En dat gaat op verschillende vlakken. Wij hebben eigenlijk in 2019 het Europees Parlement hebben wij een manifesto afgeleverd. En in dat manifesto vragen we eigenlijk duidelijk, wij willen graag meer geld om gesubsidieerd te worden, om meer financiën te krijgen om haar research te doen. We willen ook dat de oudere verenigingen en de lange termijn organisaties die zich focussen op die research ook meer in de belangstelling komen. Wij willen effectief, ons doel is eigenlijk dat er geen enkel kind meer aan kanker sterft. Hun burgemeester, we staan hier aan de Halinka Arena. Een heel speciale dag die we hebben voor de vereniging van Kinderkankerfonds. Er moet daar toch wel heel veel aandacht van gedaan worden en de Stad Gent staat daar ook achter. Ja, absoluut. Het is een belangrijke dag, een speciale dag. Iedereen kent wel iemand die met kanker wordt geconfronteerd. En ook kinderkanker grijpt natuurlijk ongelooflijk naar de keel. Dat raakt mij ook als vader, als mens. We hebben hier ook vlakbij de Gelamco in het UZ toch wel een bijzondere afdeling ook voor kinderkanker. Mensen met heel veel expertise, toewijding, en dat is ook nodig. Ik heb dat ook al bezocht. En ik ben graag ingegaan eigenlijk op de vraag van een organisatie om ook onze Gelamco Arena goudgeel te kleuren. Ik heb die vraag onmiddellijk voorgelegd aan een agent en aan Wim Belaert van onze communitywerking. En hebben onmiddellijk gereageerd en dat is mooi. En ik denk dat zowel door het lintje te dragen als door het goudgeel laten kleuren, uitlichten van onze Gelamco, toch onze trots, hè, een van de trots in onze stad, ja, dat dit toch wel een sterk teken van verbondenheid is met kinderen die aan kanker lijden, aan families die daarmee te maken hebben, om een hart onder de riem te steken. En ik denk dat dit toch wel ook vanuit de stad heel belangrijk is dat we dat mee ondersteunen.